Samantha Gajraj is de nieuwe deken van de Orde van Advocaten. Ze kreeg 75 stemmen, terwijl haar tegenkandidaat Benito Pik 71 kreeg. De verkiezing heeft vanmorgen plaatsgevonden in Theater Uniek. Gajraj is de eerste vrouwelijke deken van Suriname. Tijdens de stemming hebben wij zowel Gajraj als Pik gesproken. Volgens Benito Pik zal hij zaken herstellen die gedurende de afgelopen perioden fout zijn gedaan. Een van onze eerste speerpunten was in ieder geval dat we het imago van de advocaat binnen de samenleving willen herstellen. Omdat wij van mening zijn dat we een beetje achteruit zijn gegaan. Ook willen we ook het respect van de andere actoren naar de advocaten toe, dat dat ook weer iets beter wordt. En het meest belangrijke dat we ook willen gaan doen, wij willen samen met alle leden gaan werken aan verbetering van ons werk en verbetering van het contact onderling. En ook transparantie binnen de zaken die waar de orde zich mee bezighoudt. Samantha Gajraj gaf aan dat zij en haar bestuur zullen werken aan de eenheid en een betere communicatie binnen de Orde van Advocaten. Er is een heleboel gezegd in de media en er zijn ook 3 kortgedingen aangespannen, zegt Gajraj. Kantoren hebben hier onderling met elkaar een beetje, ja, ik wil niet zeggen ruzie, maar de verstandsverhouding is echt vertroebeld nu. En dat was juist waar het vorige bestuur ook aan had gewerkt, dat iedereen weer bij elkaar komt. Dus het eerste wat ik ga doen is de kantoren weer bij elkaar brengen, want we moeten met elkaar samenwerken. En het heeft geen zin dat we in haat en neid met elkaar werken. Dus dat is het allereerste wat ik ga doen. En die communicatie, daar ga ik keihard aan werken, zodat we open communicatie hebben naar elkaar toe. Het was heel spannend, want ze hebben vanochtend nog een artikel gelanceerd in de media dat ik niet de Surinaamse nationaliteit zou bezitten. Dat heeft godzijdank geen invloed gehad op het stemgedrag van mijn collega's. Dus ik ben er doorheen. We hebben een gemengd bestuur, 2 van onze lijst, 4 van de andere lijst. Ziet er goed uit. Helaas heb ik begrepen dat ze volgende week weer een kort geding tegen me zullen indienen, de tegenpartij. Om waarschijnlijk weer een nationaliteitsissue of whatever aan te stellen. We hebben nu al 3 keer een kort geding tegen ons gehad in de afgelopen week. Dus dit wordt de 4e zaak. Ik hoop dat het de laatste zaak zal zijn. Eigenlijk hoop ik dat dit helemaal niet komt. En dat ze eindelijk de strijd bij begraven. En dat we gewoon verder kunnen gaan werken aan die eenheid binnen de orde. Want die is behoorlijk vertrappeld. Dat is het eerste waar ik aan wil gaan werken. Alle kantoren weer bij elkaar halen. En dat we samen weer gaan kijken hoe we verder moeten gaan. Een betere communicatie. En voor de rest was ik zeer tevreden met het beleid, het huidige beleid van dit bestuur. Dus ik wil op hetzelfde kompas doorvaren. Samantha Gajraj, de eerste vrouwelijke deken van de Surinaamse Orde van Advocaten. Het was een nek-aan-nek race tussen haar en Benito Pik. De verkiezing is gehouden in Theater Uniek.